mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk mijn allereerste Doom Closed Beta multiplayer video hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Gamer. Vandaag zit ik hier samen met de enige echte Sandy DHD. Yo! Want wij gaan samen, lekker voor je, wij gaan samen een potje team deathmatch spelen. Wat ik heb voor wapens aan heb is natuurlijk de enige echte super shotgun en nog eens de sniper daarbij. En voor de mensen die deze, oh shit, zit er een naast me. Oh, achter ons. Hij is een teleport. Ik heb hem. Nice. Voor de mensen die deze game niet kennen, dit is natuurlijk de closed beta van Doom. Wat inhoudt dat je alleen deze beta kan spelen op het moment dat je een code hebt. En ik vind dit echt een awesome game. Ik had hem ook geraakt, jongen. Ik vind dit echt een awesome game. En je kan hem dus ook vaker gaan verwachten op mijn kanaal op het moment dat de game uit is. Dus vind ik het nou leuk om naar te kijken dan wel op die like nog als wij de... Zullen we voor de 5000 proberen te gaan voor de allereerste live video? Als we voor de 5000 likes kunnen gaan, jongens, zou ik dat super vet vinden. De ballen, jongen. En ja, ik heb zelf gekozen voor deze class, de sniper en de shotgun, omdat je op lange afstanden kan je lekker met de sniper schieten. Precies. En als je dan dichterbij komt, dan kan je je shotgun erbij pakken. En dan kan je ze daarmee afslachten. Ik word gekild. Echt? Ik ben dood. Ah, er zat een sniper achter me, jongen. Ik had hulp nodig van mijn team, maar die was er niet. En de shotgun, die heeft gewoon 16 kogels, die kan je gewoon schieten. Daar hoef je niet echt moeilijk voor te doen. Alleen de sniper, op het moment dat je die oplaat en hij is helemaal opgeladen, dan is je kogel vele malen sterker. Dankjewel voor de assist. Dus je moet proberen om als je met die sniper inzoomt te wachten met schieten dat hij helemaal is opgeladen en dan pas je kogel achtervuren, want dan is hij vele malen sterker. Demon, er staat een enemy op. Nee, die heeft hem! Ons team! Teammate heeft hem. Oké, gelukkig. Holy fuck, ik, jongen. Ik teleporteerde er al naartoe met mijn granaat. GG assist, lekker. Ik heb health nodig. Achter ons zit je health staat... Twee. Ah, shit, jongen. Staat helemaal achter in de map. Hij heeft de helft die staat links bij mijn facecam, daarnaast die 100%. Armor staat erboven, dat is de 5%. En je moet helft en alles van de grond afpakken in deze game. Dus het is niet zo dat het weer automatisch bijlaat, maar je moet het. Maar ik heb letterlijk, je moet het van de grond afpakken. De demon is gesleend, man. Ja, ik zie het. De enemies hebben hem nu, oh, hè. Fuck. Hebben de enemies hem? Ja. Hey, ik heb het kanon. Waar zit hij ongeveer? Ah, shit, ik had het kanon achter me. Ja, ik weet de hele map niet uit te leggen. Ik heb hem één keer geraakt. Het is wel leuk als we een minimap misschien erbij doen. Nee, dat is overpowered. Het is geen kansje, hè? Ja, nou. Oude Doom en oude games van deze spel had je ook geen. Oh, achter me die demon! Ah, ik had die vent bijna dood, jongen, die daar stond. Ah, niet spammen op de onderen. Quick draw! Ik hoor die demon, ik hoor die was zo demon. Scheef. Ik heb hulp nodig. Ik weet niet waar je bent. Oh, demon. Oh, bam, kut! Heb je er een? Ja, ik heb een genijfd, jongen, dat is zo fucking awesome, die shit. Oh, assist. Yo, hallo. Ah, ik heb er twee geraakt met mijn sniper, die kunnen alle twee gekillstealed worden. Ah, jongen. Ja, eentje, teammate heeft ze, niks aan de hand. Nothing on the hand, man. Achter me, man. Dude, ik heb hulp nodig, hij is dood. Gotcha, bitch. Ik heb die ook, ik heb hulp nodig. Oh, bam! Woehoe! Ik heb geen ammo meer. Achter me. Ik moet even ammo ophalen, jongen, voor mijn shotgun. Ah, er zat er altijd eentje achter me. Hoe dan? Hoe kon hij me bouwen? Ajo, we winnen. I know. Hij hield me alleen heel raar bij. Ik heb die vent geraakt, de rechterkant van in dat midden, hé. Ik zie hem. We hebben de call-outs nog niet echt onder controle, maar dat komt vanzelf. Ik heb hem. Er zit daar nog eentje daar rechts in die kamer. Rechts van ah, ik val van de map af! Oh, GG, lekker dan. Shit, man. Oké, dat was niet zo slim, helaas. Kan gebeuren. Mag eigenlijk niet gebeuren, maar kan wel gebeuren. Het kan allemaal. Oh, get wrecked, jongen. Oh mijn god. Allemaal midden. Oh, heb ik hem? Nice. Wacht nice, even, één moment. Nice. Ik wil hem hebben. Ah, assist. Ik heb er weer één. Oh, kut, ik word geraakt. Kut, ik ben bijna dood. Ik moet weg. Demon room. Demon. Ik ben erbij, maar waarschijnlijk ben ik dood zodat ik ben. Ja, dat dacht ik al, jongen. Haat ze. Extra power op de enemies hebben. Oh, ik was al bijna dood, jongen. Ik was al bijna dood voordat ik er was. Dat was kut. Ah, jammer. Manga. Hij komt sowieso. Oh, teammate heeft het overpowered power-up wapen. Dus hij kan die teammate killen. Schiet hem met dat ding, jongen. Help me dan! Ja, dan moet hij hem wel inderdaad gebruiken. Oh my god, hij gebruikt hem niet. Heeft hij dat wapen en dan gebruikt hij hem niet. Er liggen heel veel verschillende soorten power-ups in de map. Zo heb jij extra damage. Ze hebben snel rennen en snel reloaden. Zo heb je de demon die daar dus op af kan rennen. Dat was niet zo handig. En zo heb jij ook een heel erg sterk wapen waarmee je die demon gewoon in een paar kogels kan killen. Alleen, als je dat ding gebruikt, ik ben dood, dan moet je natuurlijk wel schieten! Ik heb hem één keer geraakt, man. Ja, ik zag het. Ik zag je kogel vliegen. Komt-ie!
Ik heb hem weer geraakt. Get rack. Hij is bijna dood, man. Oh, hij is al dood. Hij is al weg. Of niet? Nee, hij is nog niet kapot. Oh my god, ik heb hem. Ah, kut, hij stond naast me. Ik wist niet waar hij was, man. Hij is nu kapot, hij is nu kapot. Ik kan hem oppakken. Ik weet niet hoe lang ik nog heb, denk ik niet zo lang, maar... Oh, nee! Oh, dat is bijna gerekt, man. Holy shit. 10 kills. Die enemies zijn in vogel. Nog 10 kills, nog 10 kills. Oh, dit is fuck jongen, er stond er eentje achter me. Ik zat te zoeken waar ze waren, maar ik wist niet dat ze daar al waren. Oh, jammer, jammer. Wat gebeuren, jongen? Ik heb die vent geraakt. Demon possession ended. Opdonderen. Wat? Ik heb een 65 en 85 hit. Hoe dan? Ah, hebben ze, let's go. Ja, als ze armor hebben, dan heb je meer nog over. Ah, ja, that's true. 5 kills remaining. Oh, we hebben elkaar, jongen! Lekker voor je! Kut rocket launcher. Oh my god! Thank fucking god. Get owned, jongen. Get owned, ik heb hem. Lekker ik had dan. Hem, jongen. Zo doen we dat. Ik weet niet wat mijn score is. Ik ook niet. Ik moet even afwachten. Ik ben nu best wel benieuwd wat mijn score is, namelijk. Maar! Dat is in ieder geval Doom. Ik zit hier ook in mijn Doom shirt. Yeah, ik vind het echt een awesome shirt, jongen. Ik vind het echt een awesome shirt. Ik sta derde. Ja, we staan allemaal een beetje bij elkaar. 1875 punten, daarna 59, daarna 2000. Scheelt niet veel. Ik sta 17-11. 12-9. En jij 12-9. Ik heb geen enkele kill de demon gehad, dus dat is wel nice. Want die enemy staat eerst met 19-6, omdat hij 12 kills met de demon had, weet je. Dus dat is waar, inderdaad. Dat, daar zie je het ook wel aan. Maar dat was de allereerste live video op Doom, samen met Santino. Dat was leuk. Vergeet het video niet te liken als je hebt genoten. Je kan het zeker weten meer gaan verwachten, ook in livestreams. Dus check ook mijn livestream uit natuurlijk, twitch.tv/rassengaming. Ga je niet abonneren op mijn kanaal, en Santino's kanaal. Woep! En tot de volgende keer, mensen. Bye bye. Daag!